De zon schijnt regelmatig, de planten lopen uit en de vogels zingen weer. Het is voorjaar. Vuten en wilde eenden vestigen zich weer in hun broedgebied. De meeste van hen komen ieder jaar op dezelfde plek terug. Kauwen zijn echte holenbroeders. Gezamenlijk zit dit net gevormde paartje voor de ingang van hun toekomstige nestholte. De gaai rust nog even uit voordat ook voor hem een drukke tijd aanbreekt. Deze pimpelmees is al erg actief. Om veel jongen groot te brengen, moet ze vroeg beginnen met het maken van een nest. Turkse tortels nestelen het hele jaar door. Met een beetje geluk zelfs tegen de gevel van het huis. Je kunt ze van dichtbij dus goed bekijken. Ook merels nestelen vroeg in het jaar. Zoekt dit vrouwtje voedsel voor zichzelf of zal ze al jongen hebben? Grauwe ganzen komen ook steeds vaker de woonwijken in. Ook zij zullen zich proberen voort te planten binnenkort. Deze eenden, die niet echt tot een bepaalde soort horen, maar meer een mengeling zijn door allerlei kruisingen, worden in de volksmond ook wel soepeenden genoemd. Hopelijk zegt dat niets over de eindbestemming van deze vogels. De grotere broer van de Turkse tortel, de houtduif, heeft ook al eieren. Regelmatig kun je ze in grote groepen zien fourageren. Is de ekster op zoek naar voedsel of naar nestmateriaal? Misschien wel beide tegelijk. De grotere neef van de merel, de grote lijster, niet te verwarren met de zanglijster, is in weilanden vaak op zoek naar voedsel. Dit is een goed teken. Het voorjaar is begonnen.